De synagoge in de Volkingenstraat krijgt een opknapbeurt. Om lekkages te voorkomen moet de buitenkant van het gebouw grondig worden aangepakt. Men is nu bezig met de zijkant en achterkant van de synagoge. Vooral roestend ijzerwerk, vervallen metselwerk en voegwerk worden vernieuwd. Vooral de lekkages gaan verholpen worden. Het is onze eerste zaak altijd om een gebouw wind- en waterkerend te houden. Dus de lekkages worden verholpen, het voegwerk wordt gerepareerd, lijbedekking wordt nagekeken. Dus de buitenkant, de jas die wordt weer goed gemaakt. Dat komt ook omdat in de restauratie van 1975, dat waren nog de beste onderdelen. En toen is daar eigenlijk niks aan gedaan. En nu is dat hoog nodig. Het gaat om een grote restauratie omdat de synagoge met veel verschillende materialen en met veel kleine details gebouwd is. Je hebt het over een gebouw uit 1906, dus begin vorige eeuw, rond 1900. En toen werden er heel veel hele verfijnde materialen gebruikt. Mooie baksteen, natuursteen, glas in lood. En al die verschillende materialen, die moeten hun speciale behandeling krijgen om er weer tegen te kunnen de komende tijd. Eind deze week beginnen de restaurateurs aan de voorgevel. Daarbij krijgt ook het grote ronde glas in loodraam een opknapbeurt. Het voegwerk wordt gerepareerd en vooral ook het glas in lood van het roosvenster. Dat grote ronde raam in de voorgevel, dat wordt helemaal opnieuw verlood. De synagoge is na de zomer weer open voor bezoekers. Vergulde bollen boven de ingang moeten de synagoge extra glans geven. In maart is begonnen met de restauratie, vooral omdat de voorgevel aan een opknapbeurt toe was. De synagoge wordt vaak gezien als het meest bekende, onbekende monument van de stad. Iedereen kent de synagoge in de Volkingenstraat, maar niemand heeft hem gezien. En dat komt, hij was toch wel wat grauw geworden in de loop van die 100 jaar. Met de gouden bollen moet de gerestaureerde synagoge weer een echt opvallende verschijning in de Volkingenstraat worden. Wij zijn hier getuigen van de eerste blaadjes bladgoud die op de bol worden aangebracht. Blaadje na blaadje brengt de schilder aan. Om ze vervolgens plat te drukken en vlak te krijgen. De gerestaureerde glas-in-loodramen zijn het hoogtepunt van de restauratie. Glazeniers maakten het oude glas schoon en zetten het vervolgens opnieuw. Nou, hier zie je zo'n prachtig glas-in-loodpaneel. We moeten het eigenlijk straks nog even tegen het licht aanhouden. Het is helemaal hersteld. Het is ook weer stijf. Toen het uitgehaald werd, toen was het lood. De loodstrips die waren vergaan. Dat was het heel slap, flabberig ding. Ik vind het echt. Dit zijn voor mij hoogtepunten van restauratie. Dat vergulden, het glas in lood, de verfijning. En dat zijn de verfijnde materialen waar ik het ook over heb, die hier zijn toegepast. In september is de restauratie helemaal klaar en wordt de synagoge weer in gebruik genomen. De synagoge aan de Volkingenstraat is weer open voor het publiek. Het gebouw ondergaat sinds maart een drastische renovatie, maar is nu grotendeels weer opgeknapt. De pronkstukken van het gebouw kregen de meeste aandacht. Het meest veranderd, de meeste aandacht heeft gekregen de voorgevel, de Volkingenstraatkant. En de twee hele belangrijke elementen die gerestaureerd zijn, dat is het grote roosvenster, het glas in loodraam en het vergulden van de bollen. De synagoge wordt nog steeds gebruikt voor de wekelijkse Joodse Sabbat, maar ook voor verschillende culturele evenementen. De heropening werd gevierd met een expositie over de geschiedenis van het gebouw en zijn vele gebruiken. De Stichting Oude Groninger Kerken vindt het belangrijk dat de synagoge zijn functie in de stad behoudt. Er zijn heel veel culturele activiteiten hier, concerten, exposities in de helft, zal ik maar zeggen, van de synagoge. En dat gaat ook door, dat gebruik van de synagoge. We zijn trots, ook als Stichting Oude Groninger Kerken, wij zijn dan eigenaar van het gebouw. Wij zeggen instandhouden is heel belangrijk, restaureren is heel belangrijk. Maar vooral gebruik, daar gaat het om. De synagoge is, als twee na grootste in het land, een belangrijk religieus monument. Ook speelt het een grote rol in de stad. Niet alleen in de Joodse gemeente, maar ook in het stadsbeeld. Het is je identiteit. Het is de fysieke vertaling van wat je denkt en voelt. En of dat nou de synagoge voor de Joodse gemeente is, of een kerkgebouw voor een christelijke gemeente, of een gemeentehuis. Kom niet aan het gemeentehuis van de stad Groningen, want dan kom je aan de stadjes en terecht. Eind september zal de renovatie compleet voltooid zijn.